Welkom bij een nieuwe aflevering van Villa Vierdaagse. Op 5 dagen voor de Vierdaagse ga ik in gesprek met zeer interessante mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan die Vierdaagse. Interessant vooral omdat er geen Vierdaagse marsen zijn zonder parcoursbouwers, zonder blarenprikkers, zonder militairen en vooral niet zonder de wandelaars. Vandaag praat ik met Mariette Peelen, zij is medewerkster van het Rode Kruis. Maandagavond is het preventief behandelen. Maandagavond, wij beginnen maandagmiddag om 2 uur. Elke dag zitten we hier van 2 tot 9. En we gaan dit jaar veranderen van het koetshuis. We gaan op stand naar het kasteel. En dan hier achter ons. Ja, hier achter ons. Dat is heel toevallig. Maandag zitten we dus van 2 tot 9 gaan we preventief plakken. En dinsdag, woensdag en donderdag zitten we ook van 2 tot 9, waar we dan de mensen behandelen die binnenkomen om een blaar door te prikken of te kijken of het allemaal nog goed zit. En maandag of woensdagmorgen is het dan vanaf 8 uur tot 1 zijn we aanwezig. Maar om 8 uur is altijd traditie, al die jaren geweest, eerst nog met z'n allen gezellig samen een ontbijt. En dan begint het binnen te druppelen wat de wandelaars betreft, die dan het spandoek zien van oh, we kunnen hier onze blaren prikken. Ja, en dan blijven wij de hele dag eigenlijk bezig. Stel mensen die hebben na de eerste dag van Elst, hebben ze blaren opgelopen, die komen aan op de wedren. Blijven ze dan wachten tot ze hier in het kasteel zijn voor de behandeling? Of laten ze zich gelijk behandelen? Ze kunnen naar de wedren, maar er zijn mensen geweest, een keertje, dat 's avonds om 9 uur bij de wedren zo'n wachtrij was. Toen zaten wij hier nog tot 10 uur. En toen werd er gebeld van, hebben jullie een wachtrij? Nee. En toen zijn ze uiteindelijk met de trein naar ons toegekomen, naar Wijchen, om bij ons te laten behandelen. Oh, het is anders te druk. Dan is het te druk. Ja, ja, het ligt ook aan de vrijwilligers, hoeveel vrijwilligers we hebben. Ja. En hoeveel bedden we hebben om te zeggen, we kunnen de wandelaars afhandelen. Of tenminste zorgen dat ze zo snel mogelijk weer verder kunnen. Ja, ja. En dus vanaf 2 uur 's middags is altijd weer behandelen of preventief, zo op de maandag. Ja. Ja. Op de vrijdag gebeurt er niks? Nee, op de vrijdag, want eigenlijk is het tegen het principe in, een blaar prik je niet door. Maar omdat de wandelaars er last van hebben, gaan wij ze dus doorprikken, zodat de pijn minder wordt, waardoor ze dus de wandeling uit kunnen lopen. Ja. En vrijdags houdt het in van ja, dan hebben ze de wandeling gehad. En dan hoeven ze de volgende dag niet meer te wandelen. Nee. Dus dan zeggen we van nou, met de voetjes lekker in het water en buiten in de open lucht laten drogen. Ja. En maar heb jij nog tips om te voorkomen dat je blaren krijgt? Ja, geen nieuwe schoenen bijvoorbeeld, weet ik. Dat moet je niet doen, hè? Geen nieuwe schoenen, net op het laatste moment nieuwe schoenen kopen en die gaan lopen. Ja. Het ligt aan het gestel van de mens. De ene die heeft jaren nooit geen blaren gehad. En nu komt hij van, elke dag heeft hij er wel een stuk of 2, 3. En wat wij altijd wel zeggen bij de vrouwen, de nagellak niet op de tenen. Want de nagellak, door de nagellak kunnen we ook niet zien of er een blaar net onder de rand van de teen zit. Oh. En ze hebben toch altijd dichte schoenen aan. Dus dan zeiden ze, ja, sommigen weten het. En sommigen die denken, ja, nagellak. Ja. En verder rest, ja, goed eten, drinken, niet alleen water. Maar suiker, zout en op z'n tijd tomaatje, banaantje. Ja, en meer advies kunnen we eigenlijk niet geven. Oké, en op de woensdag, de dag van Wijchen,
zijn jullie echt al heel vroeg bezig. Ja, dat is echt een vermoeiende dag voor ons. Dan komen ze de hele ochtend al langs, hè, in grote optochten. Ja. Dan heb je een ontbijt, maar hoe moet ik dat zien? Is dat hier in het kasteel? Dan zorgen wij als logistiek, zijn we dus ook al maanden van tevoren bezig om alles draaiende te krijgen. Dan zorgen we voor gekookt eitje, broodjes, koffie, thee, alles. En dan gaat de club gezamenlijk, want het is één grote familie, als wij 's maandags hier komen, dan is het echt zo van net of we elkaar gisteren nog gezien hebben. En hoeveel mensen praten we dan? Op dit moment praten we denk ik over een, nou misschien wel 30, 35 man. Ja. Want het is ook wisselend. De een die kan alleen de maandagmiddag, de ander die kan de dinsdagmiddag, de ander kan de dinsdagavond. Elke dag is het een wisseling van ja, mensen. Ja, zijn nooit mensen die de hele week vrij hebben om dit te gaan doen. Er zijn er bij die vakantie nemen, inkluis ikzelf. Ja? Ja. Vind je het zo leuk dan? Het is zo gezellig dat ik zeg van nou, ik neem een week vakantie op en ik ga ervoor. Ja. Ja, het is gewoon een heel leuke, gezellige club. Het is gezamenlijk ontbijten voor de teamgeest een beetje ook. Ja. Ja. En dan is het altijd nog traditie ook een foto te maken. Elk jaar opnieuw aan het begin van de straat met het Rode Kruis logo boven ons van de groep van dat jaar. Ja. Nou ben jij rood. Dat is een blarenprikker. Dat zijn de officiële blaren. En dan heb je nog een blauwe en nog een gele of zo? Ja, geel zijn de verpleegkundigen. Oh, die mogen wat meer als jullie mogen. Die mogen bloedblaren prikken. Ja, ja. En eventueel als de blaar kapot is en de huid is eraf, dan komt er een soort second skin op. Ja. En dat moet door de verpleegkundige dan gedaan worden. En is dat eenmaal door de verpleegkundige gedaan, dan plakken wij het weer verder af. Ja. En die blauwe, wie zijn dat dan? Dat is de civiele, de handen- en spandiensten voor het eten halen, voor eventueel koffie. De koffie, de afwas. Krijgen de mensen ook koffie die daar liggen? Nee. Oh, nee. Dat is jammer. Nee, want in principe, we hopen altijd dat ze binnen het half uur à uur toch wel terug zijn. Ja, ja. Maar het ligt aan de aantal blaren die, die op de voeten zitten. Ja, en is er ook een arts aan verbonden? We hebben een huisarts die we kunnen bellen, mits er, als er een calamiteit voordoet. Echt iets problematisch is. Ja. Bijvoorbeeld gebroken enkel of zo? Of, Dat is nog nooit gebeurd. Nee, oh niet. Nee. Mensen zich verstruikelen of zo. Ja, maar dan is het toch koelen. En als we twijfelen, dan moeten ze zelf doorgestuurd worden naar de huisartspost om eventueel een foto te maken. Dan komen blaren heel veel voor. Maar wat zijn de andere blessures die daar voorkomen? Kramp. Kramp? Kramp, vooral in de onderbenen. Maar dat komt meestal ook door te weinig gedronken en suikers en zouten binnen te hebben. En ja, verder is... Een soort verzuring dan van de spieren. Is dat. Verzuur. Ja. En pijn aan de schouders vanwege de rugzakken. Okay. Of de tasjes of warm weer. En inderdaad ook zon verbranden. Maar die behandelen jullie niet? We proberen ze zo goed mogelijk te behandelen met alles wat we bij ons hebben. Om te zeggen van nou, of tips te geven van dit moet je doen of ja, dat precies. Moet je doen. Ja. Maar ik zeg ook, we zijn puur eerste hulpverlener in combinatie met blarenbehandeling. Dus ja, als er iets gebeurd is wat een dag tevoren is... Ja, dan is het voor ons ook einde verhaal. Nou ga je van het ene gebouw naar het kasteel zelf. Waarom is dat? De locatie werd ook vrij klein. We probeerden inderdaad, het leven op stand is natuurlijk veel mooier. En ontvangst in het kasteel is het mooiste wat er is. Dus vorig jaar hebben wij een nieuwe coördinator gekregen. En toen was het op het kasteel en die zei meteen, volgend jaar wil ik naar het kasteel. Nou, en die heeft dus overlegd met de gemeente. Nou, en vanaf dit jaar gaan we dus naar het kasteel toe. Ja. Alleen helaas voor volgend jaar moeten we nog een locatie vinden. Want het is één jaar dat het kasteel ook dicht gaat. Vanwege de renovatie, Dus zitten we volgend jaar eigenlijk met de handen in het haar van waar moeten we dan op de route... een locatie vinden die we ook 4 dagen mogen gebruiken om inderdaad de blaren te pikken. Je zou kunnen denken aan de Arkes, daar komen ze toch langs.
Arcus zit ook al een onderdeel van het Rode Kruis. Oké, toch al. Die zit al van Nijmegen uit. Arcus is een sporthal hier, ja, hè? Voor de mensen die sporthal. Dat niet weten. Ja. En als het daar dan spaak loopt dat er wachttijden zijn, dan worden ze ook doorverwezen naar ons toe. Ja. Dat ze zeggen, je kunt er beter doorlopen naar het kasteel, want daar is geen wachttijd. Ja, precies. Ja, en we proberen ze, want er zijn sommigen die pas om 11:30, 12:00 binnenkomen, om zo snel mogelijk weer op de been te krijgen en zeggen van, kom dan vanavond terug of vanmiddag. Ze hebben een hekel aan wachten, hè? Ze willen maar doorgaan natuurlijk. Ja, maar ook omdat als je lang rust, dan krijg je inderdaad ook spierpijn. Spierpijnen, ja. Ja. Nou heb jij net gezegd, er is een nieuwe coördinator, maar jij bent toch ook coördinator? Ik ben de coördinator van de logistiek. Hij is en wat houdt dat in? Zorgen dat het materiaal allemaal binnen is. Ja, dus en pleisters, want die hebben hier wat liggen ook. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, het belangrijkste ben ik vergeten, de jodium om te ontsmetten. Ja. Maar ja goed, als eerste komt dus de wandelaar binnen en dan maken we dus kennis. En dan zeggen we van nou, dan mag u de schoenen en de sokken uitdoen. In die tussentijd wassen wij de handen. Ja. En dan trekken we dus de handschoenen aan. En dan is het met een, dan wijst hij wel, maar dan gaan we de hele voeten af met kamferspiritus. Om te kijken waar de blaren, want met kamferspiritus kun je dus een blaar beter zien. Waar de blaren zitten. En dan gaan we dus die met jodium overheen. En dan gaan we dus een lancet pakken om de blaar door te prikken. En dan weer ontsmetten. En dan inderdaad de handschoenen uit. Want met handschoenen aan is leukoplast geen optie om te plakken. Want dan plakt het aan je handen. En dan is het daarna met een beetje talkpoeier en een kwast. Even wat om de randjes te egaliseren. En dan kunnen ze de sokken weer aan. En dan kunnen ze hopelijk verder lopen. Ja. Dan kan me voorstellen als iemand moe is vanuit de dag wandelen. Dat hij op zijn bed ligt bij jullie en dat hij in slaap valt. Is dat wel eens gebeurd? Ja, er zijn mensen die al jaren bij ons komen. En op een bepaald moment, een paar jaar terug, een jaar of 4, 5 terug, was er eentje en die was zo moe. Toen zeiden wij dus tegen hem van nou, je mag wel eventjes je ogen dicht doen. Dan behandelen. Of s'avonds hebben we dan. S'avonds. Ja. De ogen dicht doen, dan maken we je wel wakker als we klaar zijn. Nou, inderdaad, die meneer was in slaap gevallen. Nou, we waren klaar en op een bepaald moment wij zo, meneer, u moet wel opschieten, want over een half uur moeten we aan de start zijn. Helemaal paniek van, oh, doe maar rustig aan hoor meneer, want het is pas morgen. U mag nou nog eerst naar huis om nog even uit te rusten. Ja. Maar er zijn er, ja, elk jaar tot nu toe hebben we er een uit Amsterdam. Die komt traditiegetrouw om 1:30, 2:00. Met een grote slagroomtaart als dank voor het jaar ervoor. En welke dag is dat en hoe laat moet ik er zijn? Op maandag om 2:00. Oh, maandag om 2:00? Maandag om 2:00. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, en dan komt hij als dankjewel. Ja. Dat vind ik het enige jammere, dat wij nooit weten of ze de Vierdaagse uitgelopen hebben. Omdat wij dus vrijdags helemaal geen meer. Nee. Dus, want er zijn erbij die inderdaad, nou, zulke hele hak kapot was. Er was een mevrouw, die was een jaar of, durf het niet te zeggen, 78, 79. En die liep mee en die kwam 's avonds om 6:00. Nou, uiteindelijk second skin erop, afgeplakt. Half uur daarna komt ze weer terug. Want het was allemaal losgelaten door het vocht. Ja. En toen hebben we gezegd van nou, improviseren met rolletjes om de wond heen. En een beetje dat het kon luchten aan de buitenlucht. Toen zei hij van ze moest nog eten. Nou, kom eerst dan, ga eerst maar eten. En kom vanavond om 9:30, 10:00 terug. En dan proberen we het nog een keer met de second skin. En die heeft inderdaad wel de Vierdaagse uitgelopen. Dan heb je toch plezier van je dus, week. En daar doen wij het voor. Voor dat soort. Ja. En dat, ja, het is gewoon leuk. Wil je nog iets meedelen aan de groeigemeente? Nee, ik heb het straks al genoemd. Zoeken jullie nog vrijwilligers? Altijd, ook voor het hele Rode Kruis. Kom je tekort? We komen altijd tekort. Ja? Ja, het is altijd. Het zijn alleen mensen uit Wijchen die hier in Wijchen staan, hè? Ja, en het is vrijwillig. Ja.
Het is niet alleen voor de mensen uit Wijchen. Nee. Het is voor alle mensen die geprikt willen worden, die mogen binnenlopen en die worden geholpen. Dus willen ze ontbijten op woensdagochtend? Nee, het ontbijt is alleen voor onszelf. Ja, nee, niet voor de mensen die als gastspreker komen, dat niet. Nee. Dat is dan weer jammer. Ja. Ja. Een kleinigheidje hou je toch. Hè? Mariette, bedankt dat je een kijkje achter de schermen hebt willen geven. Geen dank, graag gedaan. Ja, wij hopen jou nog heel vaak terug te zien. We zien elkaar ook regelmatig bij het interviews. Ja. Dan staan jullie naast ons, maar nu zal het anders zijn, denk ik. Maar jullie gaan naar het kasteel. Dan staan we nog naast jullie. Ja. Alleen aan de andere kant. Ja, maar ja. Ja. Dat is toch even wennen weer. Ja. Ja. Maar goed, bedankt. Als mensen bij jullie actief willen zijn, hoe komen ze dan in contact met jullie? Ga googelen www.rodekruiswijchen.nl. En dan wijst zich vanzelf de coördinator of een mailtje sturen. We zijn altijd welkom, vrijwilligers, ook voor de gewone inzetten, maar ook voor de wandelletsel. En dan moeten mensen die wel tijd beschikbaar hebben tijdens de Vierdaagse? Ja. Ja? Ja, maar want dat geen medische achtergrond te hebben. Wat zegt u? Geen medische achtergrond. Nee, ik ben zelf ook leek. En je leert vanzelf door de cursus, leer je inderdaad. Ja, de cursus natuurlijk. Ja. Oké. Nou, bedankt voor je aanwezigheid hier. Geen dank. En we hopen je nog eens vaker te zien. Ja, en morgen is er natuurlijk weer een andere gast. We gaan daar morgen meer van horen.